allemaal, welkom bij een nieuwe video. Ik zit hier vandaag met mijn ouders en we gaan een proefvideo opnemen met alleen maar hele slechte producten. Ik heb expres alleen maar bekende merken gekozen. Dus we hebben Kellogg's, Smarties, Doritos, Cola, Maltesers, M&M's, Häagen-Dazs, Starbucks, Milka en Pringles en dan deze. Oh ja, Smarties, hoe noem je dat? Skittles. Dus gewoon super leuk, dacht ik. En het is allemaal slecht. We gaan nu alles gewoon proeven. Misschien heb je dit wel in Nederland hoor. Maar ik heb gewoon allemaal dingen gekozen waarvan ik weet meestal wel een beetje wat nieuw is. Deze twijfelde ik over, maar het ziet er zo cool uit. Je hebt de achterkant niet ingekleurd. Nou, dat vinden mijn kinderen leuk. Die willen allemaal verjaardag met z'n vrienden. We hebben een bakje. Eén maar. Ja, we gaan dan allemaal met een lepeltje in het bakje. Het is maar goed dat je familie bent. Unicorn Louis. Oké, het smaakt extra lekker door deze pâturage lait de mie crème. Oh ja, niet heel veel, want we gaan toch niet veel eten, toch? Mama wel. Zo? Ja. Nu gaan we de Unicorn Loops openmaken. Leuk! Wat vinden jullie van de kleuren? Nou, super, want het staat op no artificial colors. Ja, maar ze zijn minder kleurrijk dan ik had verwacht. Als ik hond zou zijn, zou ik denken... Ja, hond. Ja, precies. Hondenbrokken. Ik hoop dat ik niet ga blaffen. Hoeveel? Meer. Ah, het ziet er wel heel cute uit. Kijk, lekker. Ah, kijk. Ik vind ze er ook wel lekker. Leuk zien ze eruit, joh. Er zit wel weinig smaak aan, maar het is wel knapperig, maar ja. Nee, net als Honey Loops. Ja, maar niet zo zoet als Honey Loops. Lekker. Gaan we? Ja. Nog er maar één keer in, anders is het vies. Dus je moet een goede hand. Het is niet zo die honingsmaak van Honey Loops. Lekker! Hoe lekker. Proeven. Met jouw lepel. Oh, melk vind ik het lekkerder. Nou, ja, altijd. Mama heeft een bakje hond. Ik heb hem daar wel gezellig. Je bent proeven, hè? Niet alles opeten. Ik hou ervan, maar lekker. We moeten straks nog eten. Anders smaakt hetzelfde wel. Het is niet zo dat roze anders smaakt dan... Oké. Okay. Alles opeten. Jij zegt het alles opeten. Dus dat zij wel ook iets voor jou maken. Dit vind ik altijd het lekkerste ijs op aarde, zeg maar, qua rondje. Dit vind ik echt het lekkerste ijs op aarde. Kijk, het is veel kleiner dan ik had gedacht. Schattig. Huh? Ik dacht dus dat het in een verpakking zou zitten in folie. Allemaal en veel groter. Jullie? Vet lekker. Toch? Dat van dat deem. Kom maar door. Ja, hij is nog heel erg bevroren volgens mij. Hij is wel heel erg melkerig. Melkchocola. Lijkt me heel lekker dit. Ik heb hier heel veel zin in. Dit vind ik echt heel lekker. Dank u. Oh, jullie kunnen dat... Is het niet heel hard? Echt niks voor mij. Lekker voor papa. Jij bent niet zo'n ijsliefhebber, toch? Nee, dat al niet. En ook niet chocola. Maar ik vind ook niet echt dat deem-effect van die karamel chewy iets. Wel maar 70 per ijsje, maar het is wel heel klein. Ik ga het even niet opeten, dus ik doe even zo. Een groot stukje deem, want ik denk dat we nog een keer moeten proeven. Want Oh, dat had je mij niet kunt. Die heb ik in mijn mond gedaan. Nee, maar het is wel belangrijk wat er nog in het puntje zit. Ja, dat ga ik nu uit. Ik vind het erg lekker. Ik vind het niet zo heel sterk. Zal ik het weer terug in de vriezer doen, dat het goed blijft? Vanaf hier heb je een puntje. Heel weinig. Weinig, ja. Maar voor een klein ijsje is net zoveel als een cornetto. Ik ben nu benieuwd naar deze. Oh ja. Kijk. Dit is dus Cola Energy. En ik had dit misschien ook in Nederland gezien, maar de suikervrije energy drank van cola. Dus ik weet niet of het zeg maar cola energy is, of dat cola gewoon een energy drank is. Oh, er zit guarana in en caffeine. Oeh. Maar energy moet naar energy. Twee vitamine. Dit is energy drink. Ja, maak maar open, sloeg. Ik ben zo benieuwd, want ik drink. Hou echt wel van ik vind meestal alles van cola lekker. Dus, ja, maar misschien smaakt het dus helemaal niet naar cola. Ja, ja wel. Oh, het ruikt naar kersencola. Ja, alleen iemand die nooit cola drinkt, nooit energy drank. En niet van light houdt, dus ik kan niet heel goed worden. Nu komt de review. Ik vind het niet eens zo slecht. Oh. Het is niet zoet of zo. Het ruikt heerlijk naar kersen. Ook niet heel erg nep zoet of zo. Het is wel nep zoet. Oh, wel een beetje aspartaan. Het ruikt naar kers. Maar het is niet vies of zo, hè? Nee. Ik loop wel uit de blik. Maar lekker toch? Goedgekeurd. Ja, hè? Echt lekker. Wow. De smaak is lekker, hè? Echt lekker. Ik vind de nasmaak toch ja, maar dat is al bij laatst. Nasmaak vind ik niet lekker. Nee, maar dat is bij alles light. Ik vind het erg lekker. Ik is liever normale energy of cola. Maar het is light, dus daarom smaakt het zo. Sommigen vinden dat wel lekker. Ik ben toch al helemaal zo van light. Ik vind het heerlijk. Zero smaakt niet zo. Maar ik heb genoeg, anders heb ik echt te veel energie. Nee, ik vind hem niet zo lekker. Ik vind hem wel lekker. Kijk, dit kende ik dus niet. Rice. Ja, Pringles, ik denk dus van rijst. Oh, dus het verschijnt zo heel dun, zoals Japanse zoutjes. Ja, dat vinden wij wel lekker. Rice Fusion Indian Chicken Tikka Masala, dat bestel ik altijd. Heerlijk.
En deze zal waarschijnlijk sterker zijn, want deze is red curry. Hé, hey, het ziet eruit als een normale Pringy. Oh, deze heeft heel veel flavor erop. Dat vind ik lekker. Dit vind ik erg chicken lekker. Chicken tikka. Zo, moet je ruiken, pap. Dit ruikt naar precies onze noedels. Omdat je geen vegetariër meer bent, hè? Ruik eens. Nee, oh, deze geur ken ik. Dit is exact ons eten van gisteren. Ja. Toch? Ja, beetje zuur. Maar, ja. Ruik? Grappig. Het probleem met deze dingen is dat je blijft ze echt door eten. Zo verslavend. Zo lekker. Smaakt wel lekker. Rijst. Maar. En aardappel. Ik geluid. Dit is niet alleen maar rijst. Het is helemaal dezelfde smaak als... Dat was echt een poeder uit een zakje, dat zei ik toch? Wat jullie gisteravond hadden. Het is heerlijk. Lekker. Heel lekker. Maar heerlijk. Ik vind het best wel belangrijk om deze nu ook te vergelijken eigenlijk. Heel lekker. Hoe heet deze? Deze is een sterke red curry flavor. Wow. Oh, meer ui. En dit komt uit Maleisië en dat uit India. Lekker. Ja, deze zijn niet zo donker. Oeh, lekker. Niet alleen maar zo kruiden erop. Oké, okay, moet je er maar eentje nemen, steeds. Eigenlijk wel. Maar ja. Oh, zijn nou toch? Deze zijn duurder. Lekkerder. Niet zo zuur. Die andere begint heel zuur. Mm. Ja. Hé, hey, ik vind deze smaken meer naar rijst. Ik vind deze veel minder lekker. Ja, oké. Lekkerder. Maar je kan het niet proeven, want je hebt de vorige geproefd. En die is veel sterk. Neem dan cola. Oh, hij is wel lekker. Een nasmaakje. Wat puurder. Die is meer dan een poedertje? Ja, dit is wat puurder. Ja. Deze is totaal niet sterk. Ik dacht dat deze sterk zou zijn. Lekker. Ik vind hem heerlijk. Heel lekker. Maar deze, deze heeft 24% rijst in die dan? Ook. Hij smaakt minder naar red curry ook. Ik vind, hij is red curry, maar ik vind het niet zo lekker. Ja, toch zou ik hier een heel blik van leeg eten van deze niet. Nee, kom, want dat is te, hè, met dat border. Oh, wat lekker. Lekker hoor. Ik vind het heel erg lekker. Erop weer. Ik ben zo benieuwd naar dit. Maar ik ben natuurlijk ook echt van het hartig, hè. Lekker voor onderweg in de auto. Jij of ook in het vliegtuig. Zodat, waarom neem je niet zo eentje in het vliegtuig mee? Slecht. Ja, nu mag ik. Dit is lekker. Hey, die andere heb je helemaal niet goed laten zien nog in beeld. Oh ja, dit is de Starbucks. Ik weet niet of je hem in Nederland hebt, maar ik ken hem niet. Ik haal dus nooit, want ik hou niet van zoete koffie. Maar ik wou hem nu wel proeven. Met hazelnoot. En dat vind ik heel erg lekker. Noisette, hazelnut, macchiato. Oh ja. En dat betekent? Hazelnoot. Een macchiato met hazelnoot. En die mag eerst? Nee, je moet eerst al doorprikken. Oh, sorry. Ik mag eerst, want ik ben koffie-expert. Un mélange onctueux de café et de la saveur noisette. Heel lekker, denk ik, maar heel zoet. Met ijs. Oh, ik hou ervan. Ben je nieuwsgierig? Lekker. Sneller. Echt lekker. Lekkere koffie. Oh, maar dit moet je nog kouder drinken. Maar hij was de hele tijd koud. Oh, een beetje uit de vriezer. Kom er maar door. Proeven. Duurt te lang. Lekker. Ik hou ervan. Het is echt spannend als je als laatste mag, want dan ga je eerst kijken naar iemands gezicht. Het is net of ik nu jullie video kijk en dan ook ga proeven. Nu ben ik. Lekker. Lekker, hè? Zo. Echt lekker. Wow, heel lekker. Zo. Lekker, hè? Heel minimaal bij hazelnoot. Niet zo zoet, hè? Maar als ik blind had geproefd, was het voor mij gewoon een Starbucks. Deze is absoluut top. Geen hazelnoot. Niet zo hazelnoot, maar wel een lekkere... Proef jij hazelnoot? Maar ik vind hem niet zo... Maar er zit zo'n hazelnoot, wat je, als je zo'n dankje krijgt. Dan doen ze er hazelnootspul bij, siroop, ja, of geconcentreerd. Ik echt geen hazelnoot. En het is smaak, hazelnootsmaak. Weet je waarom het zo lekker is? Het zit 75% koffie in, dus. Heel soms lekker. Is het minder. Ik vond hem ook niet te zoet, maar wel een chips kunnen op, zien. Dat is waar. Papa heeft deze gekozen, hij mag kiezen. Zal ik dit in de koelkast zetten weer? Dit is Haagen-Dazs macchiato. 10 tot 15 minuten laten zien. Het ziet er lekker uit. Dit gaat heel goed zijn. Brownie macchiato barista collection. Lekker. Dit is lekker. Moet je gewoon met die lepel in die pot? Oh, dit gaat papa gaat deze helemaal leeg willen. Proef het nou. Oh, hier, ik wil dit spul proeven. Het is dat bruin spul. Brown? Is het swirl. Lekker. Swirl. Dit gaat papa zo lekker vinden. Oh, ik heb die swirl, die is extreem lekker. Ik hou hier niet van. Geen zoetstof proef ik. Ik hou er niet van. Er zit helemaal geen sterke koffiesmaak aan. Heel lekker. Nee, echt niet. Heel lekker. Vind jij het naar koffiesmaak, Robin? Extreem goeie. Lekker? Tjus, het is echt misschien net te zoet. Vind je lekker? Hij vindt het heel lekker. Net te zoet, maar heel lekker. Church. Ik vind niet zo naar koffie smaken. Kijk eens, hele grote schil. Maar, ik heb net dit gehad, hè. Ik vind dit meer naar koffie smaken, denk ik. Nou, heel zoet. Koffie, met koffiesaus 12%. En brownie. Je proeft geen brownie. Niet normaal zo lekker. Vind je een chocola bijvoorbeeld? Een brownie? Chocola. Dit is echt niet normaal. Vind je lekker? Maar Haagen-Dazs is top. Ja, Haagen-Dazs is echt altijd lekker ijs. Maar geef mij maar macadamia nut of zo. Tjus, wat is dit lekker? Hier ben ik zo benieuwd naar. Yoghurt. Maar deze zag ik, bestaat wel met aardbei op in Nederland, maar ik moest dit gewoon testen. Ik maak er één open, ja. Yoghurt, vanille. Oh, lekker. Je houdt ervan. Kijk. En dan moet je als kind, deed ik altijd hem zo kieperen. Ik weet niet of dat hoort. Ja.
Wow, lekker. Oh, dat vinden kinderen super. Maar wat vinden jullie? Verhouding Smarties tot yoghurt goed, hè? Leuk. Ja, best heel veel. Heel veel. Het lijkt me erg lekker. Wow, voor Smarties? Het is Gekke combi. Ja, even chocolade en nu past het bij yoghurt. Nee, geen goeie. En dan met vanille. Yo, als je door bent, vind ik het echt best wel vies eigenlijk. Oh, lekker. Nee, maar je hebt zure yoghurt lekker met vanille. Maar ik vind de yoghurt wel lekker. Chocola vind ik een beetje raar bij. In sla zou ik het wel lekker vinden of zo. Maar ik zal die in nog zure meer yoghurt. Ik zou zo nog een. Eet die lekker op. Nee. Het zijn allemaal dingen die Robin super lekker vindt voor die chocola. Nog echt wel. Even op. Ik vind die vanille yoghurt dus heel lekker. Maar de Smarties erin vind ik heel vies. Ik moet zeggen dat ik ook niet van Smarties hou. Ik hou echt niet van Smarties. Is dit broodbeleg? Ja, maar we hebben geen brood. Nee. Dat is mijn probleem, ik vind alles lekker. Die gaan we gewoon op de achterkant van ons leven. Maltesers. Ja, kom maar door. Die lijkt me heerlijk. Wil je nu doen? Ja. Zo niet duidelijk in beeld. Maar ik ga geen ingezoomde beelden invoegen. Er zitten allemaal kleine klontjes in. Ja, als kinderen met tractaties komen, kies ik altijd voor Maltesers. Ja, wat zit hierin? Nou, dit is Maltesers. Je kunt het. Nee, zeg maar als je... Moet je dit? Maar dit moet natuurlijk op brood of zo. Maar als je celebrations eet, ken je celebrations niet? Mm-hmm. Dan zit dit er ook altijd bij. Oh, lekker. Dit lijkt me heel lekker. Wow, slecht broodbeleg dit. Gewoon puur snoep. Het smaakt wel lekker. Even heel goed keuren wat je ervan vindt. Ik vind het wel lekker. Ik zou dit dus in de ijskast zetten. Lekker. Ik vind het lekker. Heerlijk, ik zou hem in de ijskast zetten. Maar normaal is dit heel erg Nutella-achtig. En dit is veel meer chocola. Ik vind het echt niet lekker. Hij smaakt echt naar nepchocola. Ja. Kijk jongens, we hebben nu de chocolade. 2,5% cacao. Ik ga het nu proeven. Moeilijk proeven na de chocolade. Dit is chocomel. Nee, ik vind het wel. Weet je waar die nootjes van gemaakt zijn? Van amandel. Staat erop. Ik dacht crispy. Ja, maar met amandel in het midden. Dit is gewoon echt pure chocomel. Heel lekker. En ik hou niet van chocomel, maar... Oh, springhaan. Waar? Op het raam. Oh, grote. Hij wil ook meedoen. Oh, laat ik even met je mobiel tussen een foto. Ja, ik moet even, dit is mooi, zeg. Wow. Je zit ook in mijn huis. Dit is mooi. Nee, wil je ook meedoen met de video? Zal ik even? Oh. Ja, mijn huis was twee keer zo groot. Nee. Ik ga zoomen. Wow. Ah, hij zit er boven op het raam. Oh, een groot beest. Hij springt zo naar je toe, Charlotte. Oh, hij komt toch gewoon gejumpt. Hij heeft me gevolgd. Ja, naar mij. Waar is hij? Hij zit op zijn zijkant van het raam. Zal ik hem even naar buiten doen? Hij wil meeproeven. Wacht even. Kom maar. Zo plek je hem. Hallo, zo gaat hij dood. Mama, je maakt hem dood. Nee, ik maak hem niet dood. Huppakee. Wow. En weg. Ga maar naar beneden. Huppakee. Zo, hij is nu beneden. Ja, best wel lekker, pap. Ja. Ik vond hem heerlijk. Ik ben gek op chocomel. Best wel puur. Nee, maar wat, hij smaakt heel anders dan chocomel van chocomel. Ja. Hij is wat lichter. Hij is veel lekkerder. Nee, hij smaakt meer naar chocola en minder dik. Ja, niet zo romig. Ja. Of geen koffie. Hij is meer, echt lekker. Maar hij is ontzettend lekker. Ik vind het de lekkerste chocola die ik ooit heb gedronken. Ja. Er staat melk met 2% vet. Dus dat is geen volle melk. Een magere melk, of halfvol is anderhalf. Dus het is iets meer dan... Ik vind hem echt super lekker, maar ik proef geen koffie. Oh, er zit geen koffie in. Niet? Nee. Nee, chocola gewoon. Hé? Zie je? Maar ik vind ook een chocola smaak. Ik proef de nasmaak juist wel een beetje koffie. Nee, er zit koffie in. Moet je nagaan. Alleen al door Starbucks proef jij koffie. Ja. Ik denk ook. Het is gewoon lekkere chocola. Ja, dat proef ik ook. Chocola. Ja, Fairtrade. Ik vind hem heel lekker. Lipton Saveur Framboise Iced Tea. Ja, vind ik heel lekker. Oh nee, nasmaak chemisch aspartaam. Zoetstof. We houden niet van zoetstof, dan snappen jullie het. Eerst denk ik... Oh, nee. Gek op zoetstof. Er zit geen zoetstof in. Ik proef geen zoetstof aan het einde. Het is, suiker en stevia. Ja, stevia. Ik hou niet van stevia. Stevia is niet zomaar zoetstof. Het is niet slecht. Maar ik hou niet van stevia. Nee? Nee, vind ik vies. Het is vaak te sterk. Ik heb dat echt de kans gegeven. Ik ben blij dat stevia er is, want dan heb je minder aspartaan. Ik heb stevia gekocht, ik kan er niet aan wennen. Maar ze mengen stevia altijd met suiker. Maar dat vind ik zo stom. Nee, ik vind door de stevia. Verder is hij heerlijk. Heel fris. Maar stevia ik vind het best lekker. Bitter te zijn. Hij is ook lekker. Voor sommige drankjes is het te bitter en dan moet je een beetje suiker. Ja, daarom. Je hebt gewoon minder suiker nodig door stevia. Ja, ik vind de stevia niet lekker. Ik ben blij dat stevia er is in ieder geval. Geef mij dan maar gewoon een beetje suiker of geen. Ik vind hem heel lekker tot de nasmaak komt van de stevia. Doritos Sour Cream. Ik weet niet of je dit hebt in Nederland, maar het lijkt me heerlijk. Wacht, ik wil heel even kijken wat erin zit. Want sour cream is sour cream. Dan zie je, er zit veel meer in. Zo, ruik eens. Hoe lang is het spul houdbaar? Laten we het eerst proeven met zo'n chipje die we al hadden getest. Ja.
Ja, maar nee, je moet hem eerst proeven zonder. Dat wist ik niet. Het lijkt een beetje op... Het ziet er wel lekker uit. Hoe heet dat Griekse? Maar het is niet vers, dat vind ik zo raar. Hoe heet dat Griekse? Tzatziki? Tzatziki, ja, daar lijkt het op. Ik vind het lekker. Jij vindt alles lekker? Ja, ik vind alles lekker. Dat We gaan nu deze testen. Dit was dus altijd Rups lievelingschips. Maar dat moet je dus naar vlees maken. Flame grill steak. En deze chips is heel goed, vind ik altijd. Ja? Vind je deze niet zo super? Nou, heb je die in Nederland al? Ik ben niet fan van vlees smaken. Je hebt nou echt naar vlees. Barbecue, naar rook. Grappig. Ja. Ik zou dan de variant nemen zonder vlees. Maar ik vind de smaak wel erg lekker. Grappig. Ik vind hem juist niet naar vlees maken en heel erg naar rook. Die normale paarse uit Nederland veel lekkerder. Ik vind deze bijna altijd lekker. Wat proeven jullie vlees? Ja. Met deze saus erbij is lekker, joh. Ja, maar meer een soort rook. Ja. Flame, ja. Het smaakt niet naar vlees, maar puur naar de rook. Ja. Maar ook niet te. Nee, heel minimaal. Want soms heb je heel erg het poeder en je vingers. Nee, het is niet eens de zout. Ik vind niet zo lekker. Ik vind hem niet lekker. Nee, terwijl ik vind Doritos echt amazing. Ik vind het wel lekker. Ik zou hem zeker eten. Ik vind hem lekker. Ik vind met dit samen lekker soort avondeten. Omdat je niet zo'n vlees smaakt, dat vind ik dus lekker. Ja, het is niet te. Doritos zijn altijd heel erg goed qua smaak. En ik vind deze weinig smaak hebben in verhouding tot normale Doritos. En daarom vind ik deze juist leuk. Ja. Want ik hou niet van die enorme smaak. Ja. Lekker hoor. Ik hoef hem eigenlijk niet te proeven, want ik had hem al in de ijskast liggen. Ken je deze al? Ja, ik heb hem in de ijskast liggen. Ik heb hem natuurlijk niet voor niets in de ijskast liggen, want... Deze smaak, ja, framboos, is heel erg lekker. Framboos? Grappig. Ik dacht, je had kersen dronken. Nee, kersen heb je ook van boos. Super lekker. Ik vind deze ook weer naar zoetstof smaken. Ja, maar het zit er ook in. Ja, maar dat vind ik bij kaya, vanille dit niet. Alsof ik een soort antibiotica kuur moet. Oh my god. Ja, een bruistablet ochtends. Wat erg. Lekker. Oh, die aspartaan. En dan wat net van boos. Van god. Coca-Cola vanille. Echt iets voor jou, hè? Wat erg. Hoe kan je dit lekker vinden? Niet normaal. Dat is wel lekker. Ik vind het alsof ik een soort medicijn moet slikken. Gaan we meteen deze doen? Is goed, maar ik vind Coca-Cola Vanilla Zero heel deze ligt lekker. Ook in de ijskast. Maar je hebt heel veel te drinken, Robin. Ik denk dat het komt omdat vanille een echte smaak is. Ja. Vanille is makkelijker na te doen. Die vanillecola vind ik geweldig. Ik proef geen zoetstof, niks. Dit vind ik echt zoetstof. Niet mij doe je er altijd plezier mee. Deze persik. En deze is beter. Dat is zo erg, denk ik. Met z'n lekker. Deze vind ik beter. Oh. Dit ken ik een beetje van iced tea al, ja, dat persie. Maar deze, dit is lekkerder. Ja, minder erg. Pas beter bij cola. Ja, veel beter. Maar ik vind het niet, ik zou het niet nog een keer drinken. Never. Geef mij maar vanille cola. Never. Sorry. Ik vond die, hoe heet dat spul met die cafeïne? Wel veel lekker. Nog wel lekker. Deze. Lekker, hè, persik. Veel lekker. Die vind ik ook heel lekker, maar ik vind deze nog veel lekkerder. Het past beter, hè, bij cola. En wat vind je lekkerder? Dit thuis of vanille cola? Thuis drink vanille? Dit of vanille? Dan vind ik dit net zo lekker als vanille. Ja, ik zou ook denken dat ik het net zo lekker vind. Maar ik zou voor vanille gaan. Een beetje karamelachtige aroma zit eraan, hè? Thuis drink ik altijd vanille. Maar deze zou ik ernaast doen. En die ook. En alle andere smaken. Nee, ik vind die het wel, ook. Als dit, zeg maar, vanille cola vind ik een 10. Dan vind ik dit een 9. Vind ik de framboise een 4. Ja, ik ook. Zo ben ik echt. 3. Laat maar liggen. Leuk voor de video, hè? Ga ik lekker in. Tjonge. We zijn er bijna doorheen, jongens. Skittles, dat vind ik dus normaal wel heel erg lekker. Lekker. En wat is hier aan? Ze zijn chewy. Oh, lekker. Ik ken ze niet. Ik hou van chewy. Het is geen kauwgom, toch? Bon. Ja, ik denk een beetje kauwgomachtig. Bonbon tendre, dus dat ze chewy zijn, maar non-enrobé. Dus dat betekent dat er niet een laagje omheen zit. Dus oh, niet zo'n hard dingetje. Geen slakken, hoe noem je dat? Wormen. Nee, niet een hulsje van ja, hart. Ja, dat wordt gemaakt van insecten, zeg maar. Oh? Gelatine of zo. Is het daar nog? M&M's. Die... Oh, zo'n glimstof. Ja. Ah ja, van wormpjes. Ja, springhaanachtig. Oh, daar kwam je op bezoek, springhaan. Wow, maar ik wil even heel graag een kijkje in mijn hand, zodat we de kleuren kunnen zien. Dit ruikt naar kauwgom. Ja, de kleuren heel mooi. Ja, dit ruikt naar bubbelicious. Of zo. Ik hou hier van. Dit vind ik zoveel lekker dan al die chocolade dingen. Ik hou hier ook. Weet je, mijn hand is. En dit vind ik ook zoveel lekker dan cola. Wat? Oh, ze hebben een hele saaie kleur. Niet. Ja, wel dit licht. Ja, pastel. Heel mooi. Dus als je geen grondstof hebt. Ze zijn wel, de kleur had ik verwacht, maar ik had het heel mooi poeder. Weet je waar dit op lijkt? Van die zuurtjes die al 3 jaar in de kast staan. Ja. Dat ze verkleurd zijn. Lekker. Ze zijn inderdaad heel chewy. Even kijken de verschillen. Normaal wel plakken. Normaal staat roos en paars. Paars. Wat is dit? De binnenkant van een Skittle alleen. Oh, het lijkt echt zo overdaad een snoep. En in Skittles voel je toch stukjes suiker? Hier niet, het is helemaal zacht. Ik heb niet zo zuur als Skittles. Jawel, ik vind de smaak hetzelfde. Super lekker. Okay, ja.
Ik word echt koken. Ketel. Ik moet helemaal meteen kapen. Lekkers zijn juist zuurder dan Skittles, vind ik, man. Nee. Ja, we hebben echt een andere mening vandaag. Het lijkt een beetje op stevige frutella. Fratella. Dat zou ik letterlijk naar fratella. Toch? Maar dan zuurder. Ja. Ik vind dat het wel naar vruchten smaakt. Lekker smaak. Ja, lekker. Niet chemisch. Weinig zin. Is het sinaasappel? Maar ik vind het zelf dit mooi. Oh, sinaasappel. Maar. Oké, jongens. Het is de binnenkant van een Skittle. Maar dan niet met een beetje harde suikerstukjes. Het is helemaal egaal. Sinaasappel smaakt goed naar sinaasappel. Het is wat zuurder. Weet je waar het naar smaakt? Zuur. Vroeger had je van die lollies. Met die kleurtjes. Het was gewoon een heel klein lolletje. Rechthoekig zo, met wat suiker omheen, weet je, toen we klein waren. Oh, die harde. Die snoepjes op de die langwerpige. Heel leuk, hè? Ja. En als ze dan over datum waren, werden ze zacht. En werden ze ook zat. En daar smaakt dit naar. Die van Lego, die in het groen had, roze. Maar... waar je ook zo meer lollies van hebt, dat merk. Ja, ik vind het vooral leuk om in een cadeauverpakking te doen. Inderdaad, dat ze een soort over datum lijken, lang liggen, flats worden. Dat ga jij helemaal opeten. Vind jij niet meer lekker helder. Zo ziet het eruit. Maar ze zijn niet over datum. Ze zijn heel zuur. En die groene? Die geven ze lekker. Geven ze lekker. Dit. Hier heeft Eline BK zich op verheugd. Wat is dat? We hebben dus in Nederland de Crunchy Caramel M&M's. Die heb ik een keer in een video geproefd met Lotte. Vond ik moi, maar heel veel vinden ze heel lekker. En dit is de Salted Caramel. Oh. Ik denk hetzelfde als crunch, maar dan met zout, denk ik. Maar het ziet er super mooi uit. Ja, ik ben gek. Wow. Waar zeg je steeds BK? Ze zijn heel groot. Ik vind de zak ook wel mooi. Maar kijk even hoe enorm. Wat lekker. Hè, wat zit erin? Het is gewoon drie keer... Ik koop dus wel eens die blauwe, zeg maar, die crunchies. Dit is 6 keer een crunchie. Wat mooie kleuren. Dit is dus wel met die glanstof van krekels. Ja. Maar, het is zacht van binnen. Waarom bijt je met de zijkant? Moet ik wel kijken of... Het is heel anders dan ik had verwacht. Ik heb nog niet mijn Skittles op. Het is niet hard. Die uit Nederland zijn keihard. Je gaat tanden kapot. Maar... kijk, voor de regenboog. Dit is een keer. Maar hoeft niks. Ja, hoeft kan wel. Geen zout? Mooie kleur blauw, zeg. Het is de kleur van de lucht hier. Die we in Nederland hebben is harder. Daar breek je echt je tanden aan. Kamer. Te warm. In sommige proef ik iets meer karamel dan in de andere. Ja, die grote. Dus die bal groter. Ja. Oké. Okay. Maar ik vind dat echt verslavend lekker. Ik vraag me af, wie gaat deze hele zak opeten? Maar het is wel echt heel slecht voor je. Ja. Maar jullie hadden een paar dikke die ik nu niet meer zie, hoor. Ja, dik is lekkerder. Ik had hele grote. Want dit is gewoon... kijk het verschil. Ja. Kijk, ik zie nog een dikke. En bij Dick's zit een bol karamel groter. Ja, want de chocola blijft hetzelfde volgens mij. Maar ik of niet. Nee, die bollen zullen waarschijnlijk aan. Ik vind dat M&M's wel lekkere dingen maakt, maar het zijn echt alleen maar lege calorieën die je eet. Het is verschrikkelijk slecht voor je. Dit is het enige eigenlijk wat niet echt in de video hoort, maar we hadden het wel testen. Waarom niet in de video? Ja, het is niet bij die merken eigenlijk. Oh, het is met chocoladenoot. Het is weer in die stijl. Nog een chocolade. Nee, maar alles wat we hebben is chocoladenoot. Nee, vroeger had jij gewoon zo'n hele zak op. Die roze. Nee, hij is ook niet meer sticky. Hij is oud. Nee, hij is ook niet sticky. Oh. Dat hebben we niet tussen je tanden kleven. Hier hou ik echt niet van. Is het zoet? Ja, ook van. Hè? Het smaakt wel naar hazelnoot. Lekker hazelnoot. Weet je waar de smaak van die kinderkoeken met hazelnoot? Met water ook erbij. Heel lekker. Het smaakt echt naar hazelnoot. Niet te zoet. Weet je wat ik dit vind? In mijn mond is het alsof ik chocolade hazelnoot limonade aan het drinken ben. Het is super waterig. Snap wat ik bedoel? Het is niet romig, er zit geen room in. Weet je waar het blijft? Jullie hadden vroeger van die koekenmeersel, knoppers of zo? Ja, maar die zijn veel romiger. Maar het lijkt er wel op. Maar dat hazelnootsmaakje ervan, daar lijkt dit op. Veel beter dan in de Starbucks, de hazelnoot. Ja. Hier proef je echt hazelnoot. Ja. Hij smaakt niet slecht. Nee. En niet zo echt 27 calorieën per staafje. Nu moeten we gaan vertellen wat onze top... Wat vonden jullie het minst lekker? Ik moet even goed nadenken wat er allemaal was. Dat ijsje van Milka, met de zogenaamde deem erin. Oh ja. Jij hebt ook? Ik vind het heel moeilijk om te zeggen wat ik niet lekker vind. Want ik vind eigenlijk alles heel lekker. Oh, oké. Wat vind jij dan het lekkerste? Wat ik het lekkerste vond? Wat denk je? Het ijs van Hagedan. Ja. En mama, deze. En die vond ik heel lekker. Dit vond ik heel lekker. Oké, je mag... alles lekker wat ik vond. Oh. Het ijs lekker. Oké, iedereen mag 2 spullen pakken die het lekkerst vond. Die mag die houden. Dit vond ik lekker. Dit vond ik lekker. Dat ontbijtgranen. Unicorns hoor. Ik vind het echt de hemel. Dit vond ik het lekker. Ik kies deze. Unicorn en die Skittles. Oh. Papa, jij mag ook hieruit kiezen nog, hè? Papa, dit vond ik ook nog wel lekker. Ik neem, ik vind alles lekker. Dus mag ik dan alles houden? Ja. Oh. Het
enige wat ik echt niet lekker vond was de Cola Energy. Ik vond deze niet zo heel lekker. Ik vond de frambozen cola niet zo lekker. En deze yoghurt. Dit vond ik eigenlijk best wel lekker. Maar er zit geen hazelnoot in, hè? Maar dit? Ja, ik hou van avondeten. Dit is hemel. En dit erbij was ook lekker. Ja. Nou, bedankt voor het kijken. Nu kan je zien wat papa nog gaat eten. Dat vindt hij misschien lekker. Nee, ik ga niet eten. Ik stop. Oh, de honeyloops waren ook echt lekker. Ze staan op een kop van het suiker. Gewoon honeyloops, maar dan zit ze er heel lekker uit. Het is totaal niet zoet. Ja, heel lekker. Super lekker. Best gezond voor kinderen. Oh ja, de vleeschips. Wow. Oké. Die vond ik trouwens van de chips het lekkers. Ja, grappig. Nou, bedankt voor het kijken, jongens. Voor alles smaken wat wils. Vonden jullie het leuk dat ik bij mijn ouders was? Doe je duimpje omhoog. Vonden jullie het leuk dat we in Frankrijk zijn? Doe je duimpje omhoog. Vonden jullie het leuk dat we dingen gingen proeven? Doe je duimpje omhoog. Vonden jullie het leuk dat Eline water over de tafel gooide? Doe je duimpje omhoog. Vonden jullie de springhaan leuk? Zoek nog meer dingen. Hopelijk kan ze een duimpje omhoog doen. Oké. Vonden jullie het leuk dat ze het met de ouders deed? Dat heb ik al gezegd. Oké. Vonden jullie het leuk dat mama zei wat ik ook zei? Doe even je duimpje omhoog. Vinden jullie het leuk dat we allemaal een andere smaak hebben? Voor elk wat wils? Doe twee duimpjes omhoog. En dan gaat hij omlaag, zeker. Oh ja. En vergeet niet te abonneren als je meer van mij wil zien. Bedankt voor het kijken en dan zie ik jullie weer bij een vlog. En als jullie meer... Willen jullie helpen opmaken van deze, al deze heerlijkheden? Zet je adres in de beschrijving. Zet je duimpje omhoog en misschien sturen we thuis. Of misschien niet. En als je, meer video's wil zien, zoals Charlotte met vader en moeder. Ja, laat het even weten. Oké, en volg mij even op Instagram, want daar zijn duizenden stories van papa met gekke gezichten in de auto. Dat is leuk. Niet. Gisteren. Ja, van die masker. Maar daar zijn ze al weg. Ja, maar die heb ik allemaal opgeslagen in de highlight van Frankrijk. Doei! Doei! Bedankt voor het kijken. Dag. Dag.